De zee geeft en de zee neemt. En halverwege de 16e eeuw nam de zee vooral veel van Zeeland. Daarom werd in de periode daarna besloten land terug te winnen op het water. Met het aanleggen van dijken en polders volgens de modernste inzichten van die tijd. Dat begon met de herdijking en inpoldering van Noord-Beveland in 1598. Ja, verdronken landen zijn alle gebieden die door vloeden of door toedoen van de mens onder water zijn verdwenen, tijdelijk of definitief. Je hebt verdronken land dat helemaal is verdwenen. Waar later bijvoorbeeld het Zuidland van Schouwen, daar lag later een kilometers brede geul. Daar is niets meer van over. Je hebt landen die zijn herdijkt, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. En je hebt nog steeds die verdronken landen. In het oosten van Zuid-Beveland heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. Dat is voor een klein deel herdijkt. Maar het grootste deel is nog steeds verdronken met daarin de Zeelands beroemde verdronken stad Rijmerswaal. En in Oost-Zeeuws-Vlaanderen heb je het verdronken land van Saaftingen, dat is ook zeer bekend. Vele vloeden teisterden Zeeland in de afgelopen eeuwen. De meest rampzalige was de Sint-Felixvloed in 1530, 2 jaar later gevolgd door de Allerzielenvloed. Grote delen van Zeeland werden weggespoeld of vielen vanaf dat moment continu ten prooi aan vloed en eb. De kaart van Zeeland veranderde ingrijpend. Noord-Beveland was 66 jaar lang een, zoals ze dat noemden, drijvend land. Maar ook Sint-Philipsland en het land van Borselen waren een prooi van het getij. Aan het eind van de 16e eeuw zat Zeeland midden in haar economische bloeitijd en had het eindelijk de middelen om land terug te winnen op de zee. Met de modernste technieken en de nieuwste waterstaatkundige inzichten. En met de eerste herdijking van Noord-Beveland in 1598 kwam de Oud-Noord-Bevelandpolder tot stand. Deze polder, met de dorpen Cats en Kolijnsplaat, was het toonbeeld van de nieuwe tijdgeest. Eerlijke verdeling van de grond stond voorop. Het bedijken gebeurde met zorgvuldige landmeters. En de nieuwe polders kenmerkten zich door strakke, rechthoekige verkaveling. Deze geometrie kwam overeen met het ideaalbeeld van de Italiaanse Renaissance, die in die tijd in Nederland populair werd. Daarom worden deze polders ook wel Renaissance-polders genoemd. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt, die puur geometrische polder in Noord-Beveland met de brede watering bewesten Ierseke in Zuid-Beveland, dan zie je een enorm verschil. Maar bij die oude polders, dat waren hoge schorren, die werden defensief bedijkt. Daar legde men gewoon een dijk omheen en dan had je een enorme polder waarin alle elementen van het oude landschap bewaard waren gebleven. Terwijl die Renaissance polders, dat was echt een zeer kunstmatig geheel. Het was echt de mens die een stempel drukte op het landschap. Na de inpoldering van Noord-Beveland werd een Zeeuws herdijkingsoffensief ingezet. Het opvallendste voorbeeld van een strakke polder uit die periode is de Borselenpolder uit 1616, waarin het volledig geometrische dorp Borselen werd gesticht. Het bestaat geheel uit rechthoeken, een rechthoekige kerkbrink en daaromheen een rechthoekige singel met weer rechthoekige ontsluitingswegen daarin. Het dorp zelf met al zijn rechte blokken ligt in die Borselenpolder als een soort ruit gedraaid op die rechte wegen in die Borselenpolder, zodat je een soort aardige speelse variant krijgt. Dat krijg je op deze kaart bijvoorbeeld te zien. Dan zie je dat het dorp gedraaid ligt, een rechthoekig dorp gedraaid in een even strenge met rechte lijnen en doortrokken polder. Dus dat geeft dan waarschijnlijk onbedoeld toch een prachtig effect. Borselen werd hiermee het schoolvoorbeeld van een planmatig opgezet dorp. Het herdijken en inpolderen ging in de 17e eeuw gestaag door, in heel Zeeland. Van Sint-Philipsland tot de grote generale Prins Willempolder in Zeeuws-Vlaanderen. En eigenlijk zijn we daarna niet meer gestopt. Tot halverwege de 20e eeuw. Toen hadden we genoeg land gecreëerd. En tegenwoordig hebben we het zelfs over ontpolderen.
Zeeland heeft vorm gekregen door bedijking en inpoldering. Strakke lijnen kenmerken het landschap van veel polders die vanaf het eind van de 16e eeuw werden aangelegd. Een ontwikkeling die begon met de herdijking en inpoldering van Noord-Beveland.